En dan hopelijk ja, gaat het gewoon weer wat beter lukken dan daarmee. En... Goedemorgen, het is maandagochtend en het is al... Mag ik iets vertellen? 10:15, ja, vertel maar. Gisteren in de nacht was het echt niet leuk. Ik heb bijna niet geslapen, dus nu heb ik nog gelukkig heel even geslapen. Ja, Sarah was vannacht heel erg aan het spoken, heel erg aan het hoesten en ze had hoofdpijn. En ze kreeg buikpijn en ik denk heel dat de verhoging... Heel last van keel. Ja, maar ik denk dat de verhoging die je had meer kwam door het hele tijd hoesten dan dat je echt kort zat. En ze sliep pas rond 4:30. Nou, toen ging de wekker van school. Ik denk, ik kijk even, maar echt, als ik ze probeerde wakker te maken, dan viel ze gewoon, terwijl ze antwoord wil geven, alweer weg. Toen heb ik school opgebeld. Ik zeg, ik ga haar even laten uitslapen. En dan kijk ik even hoe ze zich voelt. Nou, tot nu toe lijkt het heel goed te gaan. We gaan nu gelijk eruit, wel even ontbijten. En dan gaan we even kijken wat we doen. En ik zou even contact houden met school. Dus. Maar ik vond het. En als ik dan moet spugen, blijf ik thuis toch? Als je moet spugen, blijf je thuis. Maar ik heb tot nu toe geen indicatie dat je ziek bent dat je moet spugen. Maar misschien moet ik nog spugen. Ja, want ik voel wel nog steeds wat ik gisteravond ook voelde. Ja, en in de nacht, dat voel ik nog steeds. Maar als je last hebt van je keel, betekent het niet gelijk dat je moet spugen. Ik weet maar dat je daar heel bang voor bent. Misschien voel ik dat ik moet spugen daarvan. Ja, maar vorige keer, ik weet, daarvoor was je altijd als je ziek was, dat je moest spugen. Maar de laatste twee keer dat je iets hebt gehad, heb je dat niet gehad. Dus, maar daarvoor, vanaf baby af aan, als je ziek was, deed je spugen, wat je ook had. En dat heb je... Ja, de laatste paar keer niet gehad. Dus misschien gebeurt het ook nu niet. En we zijn heel hard te laat. We zijn bijna overblijftijd. Ja, we zijn nu heel snel aan het haasten naar school. En als we er zijn, denk ik dat je al gelijk kan wachten. Nee, ik ga naar huis. Dan ga ik je lunch maken. Dan haal ik snel een stofzuiger door. En dan ga ik gelijk weer naar school voor het overblijven. Wat ga je naar lunch? Dan maak je lunch even verder klaar. Ik heb net brood er al uit de vries gehaald. Dat is aan het ontdooien, maar dat moet ik nog smeren. En... Dan doe ik dat. Even snel een stofzuiger en dan kan ik gelijk weer naar school. Okay. Doe ik alleen de woonkamer even, want meer tijd ga ik niet hebben. Nee, ik vind school gewoon belangrijk. Dus ik breng je wel zo snel mogelijk nu nog naar school. Ja. Ja, en vanmiddag heb je wel je school. Echt heel moe. Ja, je had het echt nodig. Net maar snel de was opgehangen, lunch gemaakt en nu naar school. En dan ga ik daarna gelijk even boodschappen doen, want dat doe ik normaal in de ochtend. Maar ja, dat lukt natuurlijk ook nu niet. En nou, dan kom ik thuis, dan kan ik zeggen alweer ophalen. Dus mijn hele planning is door de war. Ik heb Sarah net uit school opgehaald. En ik heb tussendoor nog even gerend en gevlogen. Maar zeer weinig voor elkaar gekregen. Wat gerend en gevlogen? Nou, ik heb snel boodschappen gedaan. En toen was mijn batterij er net leeg. Dus ik heb het eten al net opgezet. Ik heb nu wel een beetje wat batterij weer. We waren ook vrij laat weg bij school. Want ik stond nog even met de mama's te kletsen. En we waren heel bijzonder gewoon alle zes op het schoolplein tegelijk. Dat is echt zeldzaam dat dat lukt. Maar wel heel leuk. En ondertussen gelijk de vaatwasser leegruimen. Ik probeer dat als ik het druk heb altijd te doen terwijl ik aan het koken ben. Want dan sta ik toch wel in de keuken. Maar dat heb ik al heel vaak natuurlijk verteld. Maar dat vind ik echt wel heel erg tijdbesparend. Even kijken. Nee, nee, stil. Oh, mijn kleinkinderen ligt te slapen. Nou, maar dan ben ik zogenaamd in een ander huis. Maar hebben ze er niet zo'n last van? Dat vind ik wel een slim idee van mezelf. Wat zeg je? Oh, dat doe jij niet aan. Nee, het zal niet zo zijn. Kinderen soms? We hebben net gegeten en we zijn nu onderweg, want jij gaat bij... Mila spelen. En Mila spelen. Dus... En ik heb Michel ook al mee. Ja, dus we gaan Sarah even daarheen lopen. En ze wordt dadelijk door Mila's vader met Mila teruggebracht. Over de plas graag. Ja, dank u. Dit zijn niet je kappelaars of iets. Ik vind het wel fijn als er nog een paar schoenen een beetje schoon is. Oh, kijk, wat is dat? Dat is een vliegtuig.
besloten dat ik mijn nagels wil lakken. Wat is dit dan? Een dessertlak. Ik denk al, ik heb allemaal kleine nagellakjes die ik niet ken, maar dat is dus van Sarah. Maar ik moet even besluiten welke kleur ik wil. Ik heb echt veel kleuren. Al heb ik pas echt veel weggedaan. Toen heb ik uitgezocht en heb gekeken. Sommige waren niet goed meer. Dus die heb ik allemaal weggedaan toen. Even alle winterse kleuren zeg maar eruit. En de hele lichte, net als die wit, die vind ik echt wel tof. Maar niet voor nu zeg maar. Oké, nu moet ik dus gaan kiezen. Weet je wat ik altijd vind? Sommige kleurtjes staan bij alles wel leuk en bij andere niet. Misschien vind ik deze heel erg leuk. Even kijken in het licht. Nou, dit is meer, als hij hem scherp stelt, bruinig volgens mij. Ik wil eigenlijk meer bordeaux. Deze, die is meer roze. Het is volgens mij ook, ja, die is helemaal bruin. Ik denk dat ik dan toch, ja, deze ga ik doen. Ik heb mijn ene hand gedaan en het ligt heel lastig. Kijken of die hem scherp, maar ik vind het best wel een leuk kleurtje toch. Ik twijfelde net heel erg, maar ik ben happy. Nu die andere hand nog, maar dit is altijd drama. Want dat is mijn rechterhand en die moet ik met links lakken. Het is zowaar nog redelijk gelukt ook. Hier en daar niet zo netjes ernaast, maar ik ben gewoon trots op mezelf. Ik ben normaal namelijk zo verschrikkelijk slecht in die handlakken. En ik zit er zomaar op. Ik heb er net 2 vlogs geëdit. Ik heb wat foto's gebackupt. Wat heb ik nog meer gedaan? Nou, allemaal random dingetjes gedaan. Dus daar ben ik wel blij om. Want ik merk gewoon echt aan mezelf dat sinds die inbraak ik gewoon niet de energie heb die ik normaal heb. Ik moet even mijn motivatie gewoon weer terugvinden. Maar ik krijg hem gewoon niet te pakken tot nu toe. En ik heb een beetje de hik. Ja, en dat irriteert me. Normaal ben ik altijd wel heel erg van het doorgaan. En ik weet niet, het lukt me gewoon nog niet. En dat irriteert me weer. Dus ja, dan kom je in zo'n spiraaltje. En ik sla mezelf in mijn gezicht. Oké. Het gaat heel goed. Dus ik ga ook proberen gewoon weer op tijd naar bed. Het is nu 11:50. En dat is voor mij nu natuurlijk echt wel heel veel tijd. En gewoon slapen. En misschien als ik dan wat meer slaap pak, dat ik dan ook die motivatie en de energie terugkrijg. Dat hopen we dan maar. Ik hoor Sarah trouwens nu ook boven hoesten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zo gaat. Marco is wel boven, dus die kijkt ook elke keer bij haar. Sorry. Maar goed. Ik hoop dat zij gewoon goed doorslaapt. Ook voor zichzelf, maar ook voor mezelf. Dan kan ik ook even doorslapen. En dan hopelijk, ja, gaat het gewoon weer wat beter lukken dan daarmee. En heb ik dan gewoon mijn energie weer helemaal op orde. En dan kan ik gewoon veel meer doen. En we willen heel veel. En er moet heel veel. Dus ik heb het gewoon echt nodig dat ik die drijf gewoon weer heb. Maar ik weet niet, het zit gewoon klem bij mezelf of zo. De kamer is weer redelijk aan kant, dus ik ga lekker mijn bedje. Nog steeds de hik. Dus ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!